Nou, het werd een iets wat shortcut rondje, want er ging regenen. Ik denk, ga ik een keer wat later en dan krijg je dat. Zo, even een lichtje aan. Goedemiddag, thuis uit school met een pakketje. Aan de vorm kunnen jullie waarschijnlijk al zien wat erin zit. Het zijn schoenen! Ik heb hem even schoongemaakt. Een losse sok. Die is niet van Emily, ben ik achter. Zo, hier was ik vanavond al eerder. Toen was ik nog niet. Was ik aan het opruimen. Nu ga ik er aan. Goedemorgen. Het is vandaag 22 maart 2022. Het is 6:30. Ik ben iets later vandaag. Ik ga nu lekker met de Rafi lopen. En vandaag hebben jullie, misschien vorige week hebben jullie op woensdag allemaal shorts kunnen zien. 5 stuks om precies te zijn. Nou ja, er komen nu nog 4, want ik heb er al eentje geüpload. Omdat ik geen vlog had, dacht ik doe dat even. Er is iemand heel enthousiast aan het spelen. Maar ik denk dat ik eerst toch echt maar, we gaan even wandelen. Vind je dat een goed idee? Kom maar, ga even naar de gang. Ik weet niet wat hij heeft, maar hij is met rat aan het vechten al geweest. En, nou ja, geen idee. Maar heb je die shorts nog niet gezien, dan is dat leuk. Misschien een leuk idee voor tussendoor. Het zijn filmpjes van maximaal een minuut. Dus ik ga er vandaag dus nog 4 maken over de dag van vandaag. Maar dat zijn dan dingen die je niet in de vlog ziet, zeg maar. Nou, het werd een iets wat shortcut rondje, want er ging regenen. Ik denk, ga ik een keer wat later en dan krijg je dat. Zo, even een lichtje aan. Ik kan goed spullen uit vaatwas pakken. Die was wel weer klaar. Oh. Ja, jij krijgt er ook, maar baas krijgt eerst. Dat is over de deal. Ja, eerst krijgt baas. Oh, dat even die op pak pakken. Want die is wel heel weinig. Kijk, zetten die er even op de kop op. Dus er blijft altijd zoveel melk nog in zitten. Ik ga hem zo zonder. Maar er was 1 plus 1 bij de Jumbo, dus ik heb echt een mega voorraad gehaald. Hij is nu wel leeg. Die neem ik straks mee naar buiten naar de plastic bak. Daar moet bij ons ook de drankkarton in. Die vissen ze er dan blijkbaar weer uit. Ik snap ook niet hoe het werkt. Melkje weer in de koelkast. En koffie erin. Ik zet vandaag even geen koffie. Dat doen we morgenochtend weer. Goedemiddag, thuis uit school met een pakketje. Aan de vorm kunnen jullie waarschijnlijk al zien wat erin zit. Het zijn schoenen! De winter is voorbij, dus mensen gaan hun winterschoenen verkopen. Zomerschoenen heb ik genoeg aan Fitflops, die hoef ik niet te kopen. Dus ik heb weer een paar schoenen voor echt een heel mooi klein bedrag. En daar word ik wel blij van. Zo. Oeh, ja, ze zijn echt perfect. Kijk. Oh, zelfs met een stokje erin. Hele leuke groene schoenen. Hoe tof zijn ze? Het is erg mooi. En ze zijn nog splinternieuw. Dus helemaal tof. Ik weet dat die meneer er meer heeft. Dus ik ga nog eens even kijken of ik misschien nog een paar kan vinden. Want hoe leuk is het? Nog een paar paarden bij. Het is inmiddels dik na 4. Ik ben weer thuis. Het was een drukke dag. Het is inmiddels al 4:15 zelfs. Wel een hele fijne dag. Lekker gewerkt, maar ik ben nu wel echt moe. Ik ga even eten maken. Gaan we lekker eten straks. Emily wilde graag Bani eten, dat kan. Want daar heb ik een prutje van. Ravi is aan het spelen op de bank. Die heb ik net uitgelaten. En ik ga iets met groenten doen. Ik weet alleen nog niet wat. Zie het wel. Dus dat ga ik nu even regelen. En ondertussen ga ik denk ik een nieuwe puzzel op tafel leggen.
verder dan een paar stukjes uitzoeken ben ik nog niet gekomen. Ik heb nog weer allerlei andere dingen gedaan. Ik was nu onderweg naar boven om daar nog weer wat te gaan opruimen. Want ik ben nog steeds bezig met de opruimchallenge. Nou ja, challenge. De opruimactie. Laten we deze kamer eens pakken. Wat staat hier wat opgeruimd kan niet bewaard hoeven te worden? Even kijken. Nou, hier staat een potje met stokjes. Die doen het al eeuwen niet meer. Kan weg. Ik leg het gewoon op het bed neer. Die moet nog wel even bewaard. Dit zijn gewoon mijn fijne leesboeken. Wat staat hier? Voor boek. Een Geertje trilogie. Die kan al naar de kringloop. Nou, dit bakje kan opgeruimd. Het allemaal kan makkelijk in de schuur. Even zien, dit zijn mijn bijbels en dat soort boeken. Bijbeltjes van mijn opa en oma's en dat soort dingen. Misschien moet ik ze wel eens afstoffen. Hier liggen nog boeken die nog op Vinted kunnen. Dat is de Zeven Zussen serie. Maar die hebben we allemaal al uit. Pootjes van mijn televisie. Nou, hier is niet echt meer wat. Oh, dit schilderij. Leuk, maar kan ook wel weg naar de kringloop of zo. Misschien wordt een ander er nog weer blij van. Hij is wel heel stoffig, dus daar ga ik wel iets aan doen. Dan heb ik alweer 1, 2, 3, 4 items. Is hier nog wat wat weg kan? Ja, deze wel. Die zijn niet mooi van kleur meer. Kan ook wel weg. Ja, wat moet je ermee met al die dingetjes? Even spieken. Leeg potje, die heb ik juist nodig. Dus die laat ik wel even staan. Een leeg doosje. Daar zit nog wat in. Dit puzzelboek heb ik uit. Er zitten geen puzzels meer in. Die ben ik nog in bezig. Dat kan ook weg. Kijk, zo ruim je toch weer wat op. Dit is een prullenbakje hier. Dat zijn mijn kussens. Even kijken. Dat is ook van de apotheek. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ik vind nog een lamp, dus 8. In de laatste kastjes ligt sowieso niks. Dan ga ik even in deze kast. Dat is mijn kast met voorraadje en zo. Hier ligt niks wat weg kan. Dat kan niet. Nee, dat is gewoon allemaal spul. Nee, dat zijn mijn dekbedhoezen. Kan ook niet. Gaan we even hierin. Oh, daar is een shirtje uit de kast gevallen. Dat hoeft nou ook weer niet. Even kijken, want hier zit ongetwijfeld iets in dat weg kan. Want ik ga even een lichtje aandoen. Hey Google, zet Mom's overhead light aan. Die heet volgens mij anders. Ik ga even kijken of ik mijn lamp aan krijg hier. Dat heet niet overhead volgens mij. Even mijn lamp aan doen. Plafond heet die. Even kijken, want hier zitten sokken tussen die ik niet meer aan heb. Dat zijn sowieso deze, want die zijn me te klein. Dus die kunnen weg. En dat zijn ook deze. Dus die kunnen allemaal weg. Want dat vind ik echt heel naar zitten. Ook in mijn sokken. Nou, die kan sowieso weg. Dit hier missen sokken van, maar ik weet waar ze zijn. Dat scheelt. Even kijken. Dit zijn kerstsokken allemaal. Dit niet. Kerst, kerst. Geen kerst, kerst. Kerst, kerst, kerst. Gewoon zwarte sokken. Het mogen er ook tussen. Allemaal kerst verder. Dit zijn allemaal sokken met een kleurtje, dingetje, toestandje. Hey, hier hebben we weer een paar van. Die kan ik opvouwen. Sokjes. En dit zijn al mijn, ik heb jullie heel graag aan sokken. Behalve deze, die kunnen weg. Die zijn stuk. Dit kan ook weg. Die hoort bij Emily thuis, namelijk niet bij mij. Ja, ik denk dat we alles hebben nu. We gaan stellen hoeveel spullen we echt hebben. Nou, ik heb hem even schoongemaakt. Een losse sok. Die is niet van Emily, ben ik achter. En een paar sokken dat kapot is. 3 paar goeie sokken nog. 3 paar, nou ja, dit zijn een soort van die voetjes. Maar als ik dat aan heb, dat werkt niet. Dus dat. Dit kan naar de schuur. Dit kan ook weg. Dit kan weg.
Deze zijn gewoon zodanig verkleurd en kapot. Die kunnen ook weg. Een leeg dingetje kan weg. Boek kan naar de kringloop. En deze kunnen in het oud papier. Nou, weer lekker opgeruimd. Vanmorgen ging ik weer bekijken op het nieuws. Ik heb een nieuwe gelatine gehaald. Want ik heb mijn marshmallow op. Maar ik vond nog siroop. Dit is een soort van stroop van vloeibare suikervervanger. En ik dacht, daar zit geen koolhydraat in volgens mij. 0,3 gram per 13 gram. Nou, dat is te overzien. Ik heb ook nog andere suikervervangers. Want die marshmallows waren echt super lekker. Maar ik wil ze nu met een smaakje gaan maken. Dus, en daar moet ik gelatine voor hebben. Maar de hashtag het regent weer. Het zou droog zijn vanmiddag. Het opklaringen. Nou, ik heb het zonnetje gemist. De opklaringen ook, denk ik. Dus ik ga maar even naar boven. Ik heb net met Ravi gelopen. Even een boodschapje gehaald. Dus. En nu ga ik dus maar naar boven de video's te editen. En dan ga ik lekker eens even douchen. Vind ik een goed idee voor mezelf. Zo, hier was ik vanavond al eerder. Toen was ik nog niet. Was ik aan het opruimen. Nu ga ik een raam doen. Want ik ga douchen. Ik was net aan het appen met mijn vriendin en ik zeg, ik ruik mezelf. Blech. Dat is niet helemaal waar, maar zo voelt het gewoon. Het was gewoon een intensieve dag en dus ik ga lekker wat fris aantrekken. Even. Ik heb hier gelukkig altijd een t-shirtje onder, want dan kun je zo'n shirtje 2 dagen aan. Dus ik doe lekker even mijn omkleden, lekker mijn huispakje aan. Dan ga ik lekker even onder de douche staan. Zo, tijd om de video te gaan editen. En daar heb ik morgen geen tijd voor. Waarom, dat kun je in de video van morgen zien. Maar snap je het wel. Ik piep wat je op de achtergrond hoort. Dat zijn jonge kwartel-eitjes die uitgekomen zijn. Tenminste, jonge kwarteltjes die uit hun eigen kropen zijn. Zo moet ik het zeggen. Dus dat. In elk geval, dankjewel voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem heel leuk vond. Ik wens je een hele fijne dag als je deze video 's morgens hebt gekeken. En kijk je nou 's avonds, dan slaap lekker, een mooie dromen. Tot morgen, tot de volgende video. Ik zie je heel graag dan terug. Doei!